Wat een mooie dag in het wielerleven van Twan Kasteleins is dit. Ja, inderdaad. Mijn debuut in een grote ronde en dan meteen met de start in Nederland met zoveel mensen langs de kant. Echt supermooi. Hoe was het gevoel onderweg? Het gevoel was eigenlijk zoals bij iedere tijdrit, dat je je hartslag voel je in je keel en je benen ontploffen, zeg maar. Maar de aanmoediging langs de kant maken dan wel een hele hoop goed. Ja, merk je dat? Wat krijg je daarvan mee? Je krijgt niet direct mee dat je mensen ziet staan of dat je veel bekenden ziet. Dat is niet, maar als je er doorheen rijdt en je hoort alleen maar die aanmoedigingen en continu je naam geschreeuwd, zeg maar, dat is echt heel, heel mooi. Was je met alles tevreden vandaag? Je debuteert. Van tevoren was ik heel zenuwachtig, dus ik denk wel dat ik met alles tevreden geweest zou zijn. Het is natuurlijk niet helemaal de juiste instelling, maar er is van tevoren is ook wel tegen mij gezegd van, het is je debuut in een grote ronde. Start in Nederland, dus probeer er ook een beetje van te genieten. En dat heb ik ook wel geprobeerd. Ja, je bent 28 jaar. Had je het vorig jaar nog voor mogelijk gehouden dat je hier op deze zonnige dag in Apeldoorn de Giro zou mogen beginnen? Nee, absoluut niet. Vorig jaar dacht ik in ieder geval dat ik misschien als supporter hier langs de kant zou staan. Maar zeker niet dat ik hier zou staan en dat de mensen voor mij aan het roepen waren. Absoluut niet. Mooi, hè? Supermooi. Ja, wat gaan we van jou verwachten de komende weken? Sowieso hebben wij een sterke ploeg bij met Moreno natuurlijk in de massasprints. Steven voor het klassement. En ik hoop dat ik hun heel goed bij kan staan. En dat zal denk ik mijn voornaamste taak zijn.